Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag weer verder met Tomb Raider natuurlijk. En we zitten hier in het rioolachtig iets. We zijn ons aan het verstoppen voor soldaten, ik heb geen idee. Wat we echt aan het doen zijn of wat we moeten doen, maar... Lara, the train yard is on the north end of the gulag. I'll wait for you there. Oké. Pak even deze overdreven walkie-talkie. Zodat te pauzeren. Iedereen kan weer dat stukje lezen. Als je het wil lezen, dan ga gerust je gang. En anders als je het niet leuk vindt, dan... Yo, deze map neem ik graag mee. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten hier inderdaad... Yo, doe die deur eens heel gauw dicht. Juist. Hierdoor hebben we waarschijnlijk wel een heel stukje tijd gewonnen. Kijk. Oh. Kijk, mijn plan was een beetje... dit te doen. Juist! Oh, nou kan het wel in één keer. Kijk, en dan kan er als het goed is, zeg maar... Oh, oh. Kijk, we kunnen het wel doen, alleen de game doet het een beetje moeilijk. Een military patch. Oh, cool. Trinity soldiers. Fancy. In the design, there's no identifying tags. They keep themselves hidden, even from their own foot soldiers. Oké. Kijk, juist, dit was het. I've got to get that wire out of the water. Oké, snel naar de overkant. Oké, dit was ook niet dit. Mijn plan was, zeg maar, als we hem dan meetrokken, dan ging dat. Yo, schiet hem! Allemaal naar de kloten! Hé, hey, we hebben wel een vervolgsgeweer nu. Oh shit! Oh! Oké, okay, dat kan ook. Ben je me niet bang hebben de AK, jongen? Poetin zal trots op me zijn geweest. Ik weet niet of enigszins... Ja, het is Rusland. Volgens mij kwam een AK uit Rusland. Ik weet het niet 100% zeker. Als jullie 100% zeker weten waar een AK vandaan kwam, dan laat het maar achter in de reacties. Dan kunnen we daar een mooie ontdekking over doen. Oké, okay, hier hebben we dus ook niks aan. Oh! Oh, daar, dat ding moeten we schieten. Schiet hem! Oh, in de fik! Is die man dood? Het lijkt er wel op. Het lijkt net of ik in een van de oorlogsfilmen in één keer ben beland. The Free Soldier of Lara Croft en de zeven Tomb Raiders. Oh shit man. Dan gaat hij echt alles kapot zeg. Dan blijft hij helemaal niks over van dit kamp. Wow, fucking hell, jezus. Pak een blikje! Oh, je pakt ook serieus een blikje. Hoe moeten we... Houd linker muisknop vast om explosief te maken. Dat doen we toch? Oh, middelmuisknop. Kaboom! Volgens mij had die man nog iets vast. Hé, hey, druk hem op te pakken, yo. Even kijken, hier hebben we nog dingen. Het is een bom! Zoek dekking! Oh shit, hij is inderdaad niet dood. Got your six.
Oh, dat was een waardeloze sneeuwbom. Oh man, ik voel me echt gewoon een van de top assassin. Hey, lockpick. Yo. Hier maak ik wel even gebruik van als je niet erg vindt, joh. We hebben toch nog de tijd. Sims alle pasta. Er zit een beetje wat XP in, maar dat was het weer. Druk E om te verzamelen. Oh, die zit vol. Waarom ben ik dan als een idioot op E aan het drukken? Hey. Hey. Deze neem ik wel even mee. 15 XP. Ja, dit is heel vervelend voor wat er is gebeurd. Sorry dat het net lijkt alsof ik het verhaal niet boei. Hey, wat is dit? Dat doe ik ook enigszins een klein beetje niet. Maar het is gewoon... Kijk, Uncharted vind ik gewoon een cool verhaal. Maar dit is een net niet Uncharted voor mij. Hey, we hebben hier een tas. Nou. Oké. Okay. Tap bijgewerkt. Jacob? Is that you, Jacob? Lara, be careful. They're everywhere. You'll run into some trouble. There he is! Take him out! Damn it! Jij, we hebben een kamp! Wacht even, Jacob. Momentje. We gaan eerst even mijn wapen upgraden, want ik weet nog dat ik voor mijn geweer een silencer. Nee. Jezus, holy shit, wat zit hier veel op? Krijg je ook nog een soort suppressor of? If I can prove myself to them, maybe he will tell me more about this place. Geen schade? Nou, we doen het zomaar, joh. Dit hebben we al genoeg geüpdate, dit kan niet meer. Deze kunnen we nog doen. Voor de boog hebben we ook nog allemaal meuk. Kunnen we nog een cool pakje aandoen? Of glitch ik hem nou? Oh, je kan dus, dit is gewoon letterlijk een shirt wat je aandoet. Nou, we doen een rode jas aan. We gaan op expeditie. We doen eens gek. We doen eens wild. Vaardigheden. Oh ja, daar hebben we nu wel heel veel. Vechtersbaas. We hebben vorige keer zo'n heel fortuin hier ingestopt. Hebben we dit al? Nee, hier hebben we er helemaal nog niet één van. Snel items maken. Brandbommen. Yo, dat klinkt cool. We hebben brandbommen gemaakt. Dum-dum-korrels, valstrik-specialist, vakmanschap, vernielingsexpert. Hebben we hier nog iets leuks? Oeh, sneller met verband. En wat is nou weer? Oh, niks bijzonders. Tududu, tegenaanval, versensuele. IJzeren huid, dat doet me wel weer beter. Zo, even kijken. Dan hebben wij de meeste dingen wel gehad. En dan gaan we maar eens verder op dit gek avontuur vol spannende dingen. We hebben een AK tegenwoordig, dus dat is ook al iets. We hebben gewoon al 3 guns, jongen. Oh, shit! Oh shit, wacht even. We gaan gewoon met een AK schieten. Ik heb ijzeren huid, jongen, heb ik net geüpgrade. Aan touw trekken, waar kunnen we dan aan touw trekken? Zo, hop, hop. Je weet toch niet waar ik zit. Oh shit, er zijn best wel denk ik heel veel mensen hier. Dit is wel kut. Oh god, reload! Dat is 1. En daar zit Bob. Kom. Oh kut. Oh, oh shit. Oh. Oeh, dit ging ook maar net goed. Je zit daar, laat je zien! Handen omhoog of ik schiet! Oké, ik schoot toch al, grapje. Hii, het was allemaal maar een prank, jongens.
Hey, als we nou kunnen we dit tonnetje niet. Oh, ho! Oh. Ja, we konden dus wel op het tonnetje schieten. Nou, die man doet hem toch in de rol. Nou, niet dat ik bang word, zeg maar. Oh, hé, hey, daar staat iemand gewoon. Zelfs stormtroepen schieten nog rechter dan jullie. Oh, fuck. Jij schoot dan wel raak. We moeten... Hostile spotted. She's alone. Move out. Make it quick. Oké. Okay. Ik moet hier dus inderdaad een bom van maken. Wow! Fuck jou dan, vent! Oké, kut. Hebben we niet iets? Oké, hij lijkt alleen maar verwond. Kut. Ah, rennen! Oké, we kunnen hier niet door terug, kut! Is die man al dood? Oké, oh, nou is hij wel dood. Fuck jou dan. Ik weet dat je macho man bent. Meet me, motherfuckers! Het is de motherfucking Tomb Raider Croft. Dat klinkt ook niet echt cool. De Tomb Raider Croft. Nou, één voordeel. Iedereen is soort van dood. Ik weet helemaal niet welk touw ik moest gebruiken in het begin. Hier is dat iets van druk om touw te trekken, maar... Dat touw gaat in de fucking nowhere en... Ah, oké. Ja, nee. Dit heeft echt veel nut gehad. Nou, we gaan maar eens verder. We hebben trouwens wel een silencer op onze gun, is me opgevallen. Ik denk dat het alleen super verborgen, alsof niemand het ziet. Of ooit gaat zien, zeg maar. Hebben we hier maar? Nee. Oh, dat is ook. What happened here? Yo, Jacob, I think I'm close to the train yard. Are you there? Hoezo? We gaan niet dood. Yo, man, maakt niet uit. Ik ga maar gewoon even langzaam een beetje dood. Ik pak wel even jullie spullen, hè. Gewoon, niet als uithebberigheid, maar gewoon, ik pak dat voor jullie, zodat jullie ze niet kwijt kunnen raken, snap je? Dat is een vriendschappelijke dienst die ik voor jullie gewoon doe. Bla bla bla. Ja, ik weet niet. Het lijkt me een beetje hele wazige shit op dit moment. Voor die twee blijkt dat een of andere soort monsters zijn. En dan krijgen we weer zo'n gedoe als bij Uncharted. Die is ook dood. Hoezo is iedereen hier dood? Is er nog zo'n killing machine? Ja, maar iedereen is ook echt dood genoeg dat ik niks meer kan vragen. Zo van... Yo man, weet je hoe je dood bent gegaan? Want ja. Wow, Jacob. What took you so long? I thought I lost you back there. Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Let's move! We can get up through there! Waarom zat je eigenlijk vast?
Okay. Oh, stop! Stop met de actie, dames en heren! Stop! Ho! Volgende keer gaan we verder ontsnappen uit deze trein, want anders schrijven we een veel te lang gedoe. En hebben jullie heel de week geen plezier en sensatie en geluk. Dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Volgende keer gaan wij ontsnappen uit deze trein, dus ik zie jullie later.